Zo, Mike. Waarom maakt niet eigenlijk hier aan? Ik zal je vertellen dat jullie een krantenwissel van 13 december 1977. Jouw bekende krant, nieuws wat van genomen. Daar staat de Nederlandse driesjongen, Frank van der Marsen en Mark Jacobs, hebben vorige week daar door Mieren Hugo de rug toegekeerd. Zij voelen zich ontzettend zin, dat voor de honden, ik ga niet helemaal voorlezen hoor, van de Theems is verlangd niet meer veilig. Het schrikverkeer is zegt de staat en heeft geen grensmaterialen. Bovendien wordt een belang in zijn plek voorwaarts. Uit solidariteit met Van der Maan, Marsen en Jacobs hebben de opstand Haag en zijn vrouw, Michelle, hebben hier een Hugo-directeur, zeg maar, contact verbroken. En het artikel eindigt. En dan begrijp ik niet waarom je hier bent. Maar Jacobs weigert ooit nog één woord over meneer Rico te spreken. Waar staat er ook altijd? Ze liegen dat het gedrukt staat. Toch? Ja. De feiten zijn verdraaid. Het was zo dat wij die tijd in 1977, dat zou ik nog niet meer weten. Dat schrik dat, zodra we daar een beetje storm hadden, dan zat er natuurlijk ook frictie in dat schrik onder de machinekamer. Waren die platen iets handelen van 2/10 millimeter dik, niet zo eens een keer te testen. En dan spoot het water naar binnen. Eén keer oké, twee keer denk je ja, en de derde keer dat is toen, ik weet niet wat voor dag het was, ergens in augustus geloof ik, dat er echt naar beneden ging met een luchtvaart. Dat is allemaal boven de brugschermen, het verschil was aardig te zien. De Engelse dame komt tegen bijna aan de vorm. Dat is een typisch verschil tussen Nederlanders en Engelsen. Maar het werd een gebrek. Het werd toen, ik heb in 77, eigenlijk zo nog dat één jaar aan boord van het schip gezeten. Het werd dik. Er is 6 weken geleden op rijst gekozen in zeehaven. En dat is niet lekker. En dat is dat de cash in ook nog is. Ik ben helemaal niet lekker meer. En zoek water, want nogmaals, toen hebben we gezegd van. De situatie van dat schip is dermate dat je eigenlijk niet meer vrouw voor de radio kunt maken. Dus toen zijn wij in Spanje weer te praten met Sylvain. Ja, en Sylvain wilde wel. Maar het was een organisatie die niet vertrapt zat tussen Nederland, België, Engeland, Spanje. Ja, het ging helemaal niet zo goed. En om te zeggen dat daar tonnen over waren om het schip op te knappen. Nee, dat gebeurde niet. Toen waren wij in Spanje, dat is natuurlijk in het klopt. Ja, ze horen niet, zo weten niet precies wat zin. Daar waren destijds heel veel spanningen tussen de Nederlandse, zeg maar, bemanningen en de Vlamingen die daar zaten. Dat woonden er niet. En zodra Frank van der Marsen niet van boord kwam, die werd er aan ons getrokken. En door de Nederlandse groep en door de Vlaamse groep. En jullie moeten partij kiezen. Ik zei partij kiezen, we werken samen geweest in Stolten, hier in Dampers. Maar toen, op een gegeven moment, het neemt is dat, we zouden niets aan het zetschip vinden. Wij hadden zoiets mee over, met name door de vader van Frank van der Marsen. Die van alles van schepen weet. En die zei, hij zei, jongens, het is wat daar lelijk, dat kan niet. Gebruiken ze, die schuit gaat naar de denken. We maken een schijntje zetten, we zijn live van de bodem van de Noordzee. Maar af en toe was het dat zo. Toen was het eigenlijk Stan en Mick. Die voelden zich niet meer lekker in hun rol in Vlaanderen. Ja, nou, daar gezamenlijk hebben wij eigenlijk gezegd van laten we een voetbal zeggen. We gaan terug naar Nederland en dan gaan we iets anders doen. Dat was eigenlijk het verhaal hierachter. Nou, je weet hoe het verder gegaan is. Frank van der Marsen is naar de AVRO gegaan. En ik wilde gewoon terugopgeven, is de bevoorrading, zeg maar de verzorging van het schip in andere handen over gegaan. En er kwam weer voedsel, notabene. Er werden nieuwe reddings, sloemen, weet ik niet wat je thuis doet. En zoiets, je trekt een zout en dan plaf! Dan ligt er deze gigantische rubberboot en dan kun je dat in als je denkt dat je aan het zinken bent. En wat daar leuke dingen bent, dat heb ik je alles verteld. De oude reddingsroepen. Dat was hier in augustus van het jaar 77. Dat er dus echt naar beneden ging. Ik werd ochtends wakker gemaakt en de mensen van, hello, mom, can you get up? En dat was het, stop my time. No, don't be afraid, we're sinking. Ja, ik stond ernaast naast een kreet gelijk op een engeltje in het water. Zover waren we al gezakt, dat schip was al een anderhalve meter naar beneden gegaan. Even later de kabel die gek aan het doen, die moest ook uit, dat was dan zelfs een maal aan levens gemaakt worden met zoveel stroom. Toen hebben we, omdat we met de handpompjes het schip ook niet bedreigend konden houden, hebben we dus echt het einde zagen. Dat is een prachtige dag verder.
En dan hebben we een sms-call uitgezonden. Nou, gelijk hoor, gevraagd. En je komt dus aan. En dan kwam ik van de andere schip van Engeland kijken naar het varen. Nou, they're sinking, hallo! En we zaten er maar. Wat doe je dan? Dan gooi je die reddingssloepen overboord. Het zijn van die kistjes, die zijn zo groot. Je trekt aan het touw, en zo'n inflatable knop iets. Dat heeft hij bij de trein gedaan. Maakt niet uit. Dan hadden we vier van. Ja, dit is zo, hè? Ja, ja. Nou, daar hadden we vier van, want wij zouden verder niet aan praten. Eén daarvan werkte. En die zag eruit als. Je weet wel, toen die Gemini-capsule landde in de zee. Dan kwam er zo'n rond geval met zo'n bundakje op en zo'n luikje mee. En dan kon je vanzelf droog zitten op het water. Nou, zo'n ding. Die werkte perfect. Dus die dreef naast het schip. En we dachten, nou ja. We moeten eigenlijk, dat kunnen nu en de andere al twee jaar, is echt een gevaarlijk wordt opgeboord. Want als je schuilt zicht, dan krijg je zo'n kommet, dan wordt het er alles meegezogen. Dus om ze voor te schuilen, echt de vereniging overboord. Nou, het eerste wat je doet, is weggaan. Waar is die even? Waar is de whisky die al die moest spelen? Dus we hebben een hele voorraad aan je neemt van whisky, dat daar in twee flessen. En je hebt weer in dat reddingsding gevoerd. En eigenlijk, toen we op de put stonden, om te zeggen, nou ja, we moeten nu maar van het schip af. Toen kregen we dat grafgedicht een kleine generator toegang. We konden nog een pomp aan de tent krijgen. En we zijn gaan pompen. En onder water hebben we de gaten die in de bodem van de Rinko zaten, hebben gestopt met voedselgedoen. En zit waar. En dat voedselgedoen met kleine houtjes vastgezet in die compartimenten waar zo'n scheepsruimte uit slaat. En maar doorpompen. En dat ging redelijk goed. Was dat in varkensvlees? Een wat? Varkensvlees? Nee, op geen moment af hier. Maar goed, het geinige was dat die enige dingen die dus werkten waren inmiddels de hele voorraad van Jorik bestaan in 2016 zo. Die zonk. Die heeft hem wel. Ik heb nog wat foto's van. En wij kregen die schuimvuur boven maand. Dat eigenlijk of nou diezelfde dag als week tot de dag daarna. Dat we s'avonds de zender weer aan konden doen, nou, het zaakje, nou ja, we hadden het gered, laat het zo zeggen. Dan zit je even wat, ja, toen we waren in Boerthoek, maar dat was 15-13. Ja, was je maximaal? Ja, je weet het, of dan we weten dat ik. Maar ik ben een man of 15, het stond allemaal beneden in de Caroline-studio. En ik weet dan dat die Paas of the Fortunes draait, we waren back on air. Nou, dat kun je zo frozen zijn, maar de tranen wiggelen ook niet wel. Dat is toen wel. 77, dat was toen onder de jaren. Ik had nu de jaren na daar ook nog eens keer aan het dieren. En hoe ben jij nu geïnteresseerd in hart en radio? Ik denk dat ik dat naar mijn vader vertelde. Mijn vader was altijd op de radio, op de bandrecorders had genomen. Ja, ik vond het ook grappig. En toen op een gegeven moment, ik meen toen Noordzee verscheen. Toen kwam eigenlijk mijn grote belangstelling voor radio. En toen was ik ooit eens iets of gehoord iets waar jouw naam in voor kwam. En zo ging ik naar mij. Want ik heb opnames gemaakt van de FM destijds, van de radio. Of 100 meter. Zou je zeggen, dat is niet goed. Ja, het is een radio's manier van het leven. Ik heb op de wereld van die oude bandjes gelegd. Die doen het ook nog. Het recordertje leeft ook nog. Nee, dat... Je hebt hier nog een jaar de ziekte om meer. Ja. Nou, we zijn er in het begin, hè. Dat kan toen ik het doen, jou. Ja, dat is een schandaal of een ding. Ja, ik kan, wat ik mij nog goed van die ziekte kan herinneren. Is afgezien van het feit dat je hele leuke radio doet maken. En dat is een goede feit. Het heeft misschien voor mij een beetje een stijlregel geworden voor de radio. Ik zie bij heel veel stations nu nog dat mensen radio maken omdat zij het leuk vinden. Nee, radio maken ze voor je luisteraars. En dat was eigenlijk ziek onder de rekening van het dat je heel gericht bezig was om mensen die daar wat mindere toestanden verkeerden, een plezier te doen. Maar in dat studiootje, daar hadden wij een klein ijskastje. En dat ijskastje was gevuld met van die halve liter flessen. Lekker! Dat had heel goed gelukt, ja. Ja, we hebben ook een nachtuitzending gedaan. Ik heb ze door een ring op die foto. Ja, dat ging 70 jaar, dus veel voordat je daar door hier een noodje kwam.
voordat je naar Amerika ging, heb je nog een tijdje in Amerika gezeten? Ja. Ja, ik heb kans gehad om een jaar naar Amerika te gaan en ik ben in het kader van zo'n studentenuitwisseling. En op het college daar heb ik allerlei cursussen kunnen volgen. Ja, om te doen van radio, presentatie, productie, management, alles wat ik leuk vond. We hadden daar een radiostation, zoals ik hier bij z'n vijf had, dat is van de Vroof in het Hoofdgebouw. En de Zetelers stonden daar ook. Dan deed je samen een programma. Er is een honderden schrijven in dat ik begon nog aan die tekst kwam. En dat was net van de laatste die weggaat door de lichtraad, dan had ik dus altijd van juist, ik duur het nog half drie straks. En dan moest je dus de studio's uitdoen, je moest de zenders uitdoen, dan krijg je een regelmatig ronddonder van. Dat waren hele oude, ja, dat heb je geen vangst van de vrijwilligers. De KVO en de KVO. Zowel in de volgende was ik in de regering, ja, dat wel. Met al die zenders, hè. Ja, dat blijft niet dan wel. Ja. Je hebt een keer een achterbandje gemaakt naar je werk in discotheek. Ook als je nu naar Playa, die geeft ook iedere week van toe. Dat ging heel snel, ja. Ik heb gewoon die geen idee meer uit te maken. Ze zei van, ik luister er wel meer. Ik had gewoon een verschrikkelijk leuk gezond. Ik werkte zelf nog in de discotheek. En toen heb ik even laat, een keer s'nachts, een groot bandje gemaakt. Een demo tape. Opgestuurd naar Playa. Een grote tape van. Dat was stappen, dat was van Jo van Jan, dat weet ik niet. Ik ook. Jo, dat zou niet kunnen. En een uitnodiging van daar aan het zitten en gewoon gaan. Nou, dat is leuk. En ze waren afgevoerd, half een maand later of zo, dat ik weet niet. Nou, die zeiden, ja nou, kom maar niet naar Spanje. Godverdomme! Heb ik wat leuks gaan willen? Hij zei, nee, maar Brems heeft dat schip. Ik dacht, want dat was in feite een soort jongensdroming. Ik stond vroeger op hier op Scheveningen met zo'n gigantische kijk. Te kijken naar het zetschip van Veronica en van de BMW aan die tijd, de DM die ook even naast had. En dat is toch wel heel apart. Ik heb er, zodra hij verlof had, ging ik wel naar de studio hier in Spanje. En dat is een eigen maakje natuurlijk op zo'n schip zelf. Want daar zit je in de hand van het voorpand. Dat is eigenlijk anders om te nemen. En dat gebeurt niet veel, er komen wel toeristen. En dat zijn Spanjaarden, maar op zo'n schip, dat is gebeurd. Ik herinner me dat hij in de eerste periode de verslaggeving deed voor de Tour de France, gesponsord door bij België. Dat ze nog vijf uitzendingen heeft op radio of Hilversum te horen was dat je illegaal bezig was. Ja. Het was een sponsor. Wij dachten daar veel geld mee te verdienen door hier in Dordrecht. De uitslagen van de Tour de France. Ja, dan kun je bij de radio gaan zitten en het verslag van toen nog Hilversum 3 uittypen, die plezier. Maar dat is werk. Dat is hoop werk en dat is lastig. Dus wat veel makkelijker was, was gewoon de finishverslag even op een kleine setje zetten. Dan hoel je naar de studio en dan stop je een setje in de recorder en dan zet je dat eruit. Live! Uit Frankrijk. Tot de, ik weet niet eens hoe jullie verslag is. 55 dagen. Die zei toen op een gegeven moment bij een van de laatste dagen van Tour de France, zegt dit verslag is bedoeld voor uitzending op Hilversum 3, exclusief en niet met andere zenders met natte voeten. Wij zijn zoals we het om dat er ook mee uit te zetten. Met een eerste oplossing uit vandaan kwam, ja toch? Die eerste vier jongens, hè, naar boord. Als je zo in Turkije naar het archief nog vindt, daar een aantal brieven durven allebei. Waarin ik toch enigszins gevreesd in Turkije dat jullie bang waren voor de autoriteit. Die durfden ze niet naar huis te schelden, dat ging via de samenstekening naar de voorspraak. Ja, hier ben ik inderdaad om het algemeen dus de schakel in geweest. Het was zo'n die. Ik bedoel, Bart van Leeuwen, Leo Voorhees, Leo Voorhees was een van de matrozen. En nog een aantal andere mensen die getenderd is, die vooraan hadden. Die allemaal weer opgepakt, een proces aan hun kont kregen. Ja, voor het draaien van plaatjes op de Noordzee. Dat is gewoon vervelend. Als je opgepakt werd, als je baan kwijt, dan een strafblad. Je moest, wat was het, 6.000 euro geloof ik, hè? Nou, dus die krijgt ook wel een geld. Dan werd dat dan wel betaald te worden. Dus op mijn tak, die stond er altijd weer af. Dus ik weet, heeft die dat me dan betaald. Maar het was gewoon licht. En Brief die je schrijft,
met jouw huisadres erop, dan kon je een ton erop zetten dat op dat huisadres een telefoon werd afgetapt, dat je gevolgd werd en dat soort geheimen. Die kreeg dat als ik jou was verteld. Ik woonde in het centrum van Groningen in die tijd. En als ik op de wal was, zeg ik de eerste keer. En ik had een telefoongesprek eindelijk en legde mijn telefoon neer. Dan na ongeveer 2-3 seconden rinkelde die ding. Dat vond ik vreemd. Die vroeg zich iemand die bij de VVT werkte. Bij mij is dat de war af. Ik werkte altijd in de horeca. Ik vond altijd erg leuk. Was er een paar mensen bezig met die gedrag had. Ik zei, zoek eens voor uit wat het is. Hij zei, ik heb hem zeker. Die kwam dus onderaf terug. Hij zei, ik zou niet te veel privé dingen over mijn telefoon zeggen. Want ik word afgeluisterd. Ik zei, wat? Afgeluisterd? Hij zei, ja, ik weet niet waarom. Dat is een bepaalde licentie die dan bij jouw telefoon in je naam staat. Waardoor die lijn wordt doorgeschakeld en dan zou je de avondlans wel op die tijd is. Je zegt dat verluidt even bellen als jij de verbinding verbrengt. Je zegt als ze schrijven dat de machine die jou gesprek onderneemt, dan ook afhaakt. Dan zeg je, dat hoor je dan. Nou, dat is wel zo'n blauw. Ik kan je wel vertellen dat in al die jaren in Engeland gerekend is dat ze de documenten die door de staat verzameld zijn, dat je daar op opbouwen willen. Er is vorige week het onderzoek gedaan door Chris Edwards in Londen naar de zaak Paul Harris in de United van Noordzee. En toen kwam hij erachter dat er ook al archiefstukken van 1970 over meer micro zijn. En die staan er allemaal in? Die staan er allemaal in. Foto's. Maar hij schreef erbij dat de foto's die er liggen zijn slechter als die door de Emirates worden gemaakt. Ik weet wel dat de foto's werden gemaakt door spionagejets. Die heb ik leeg op vast gedacht. Volgens mij was het ook op de weg van het vak. Ik ben door een Engelse vliegtuigbasis. Ik ben ontzettend uit de baken. Ik kwam heel veel straaljagers over. En Leo heeft toen bij een rechtszaak. Leo voor zichzelf is een losse controle. Bij een rechtszaak in Den Haag. Hij woonde zelf een losse, maar die moest in Den Haag voorkomen. Kreeg die foto's gezien. En daar werden dus uitgelegd. Die foto's waren gemaakt door zo'n spionage. Dat sta je, zo groot, zo'n 1-4. Ik had het niet gehoord. Maar die maakte foto's met een snelheid van 30 per seconde omhoog. Vandaar dat ze dat konden doen met een snelheid. Ja, dat is de verste dingen. Ik kwam eens een keer in het rabot langs zijn. Wij noemen dus altijd winkers. Are there any English speaking people here? I'm afraid there are not. Yes? Well, wij hadden gewoon een naam verzorgd voor de mensen die altijd een beetje kwamen buurten, toeristen. Die noemden wij de Wankers. Ik wist nog helemaal niet wat dat betekende. Maar goed, dat was een keer een koopnaam met allemaal mensen die fotografieren en wij zeiden: hallo, hallo. En Bart van Leeuwen zei tegen mij: ik vertrouw dit niet. Binnenblijven. Ik zei: joh, ik zo. Houdstig. Dan gaan ze van die keren, kom op. Hij zegt, niet doen, niet naar buiten, als je vreemd wonen. Hij zegt, mijn gevoel zegt, er klopt iets niet. Ik schrijf die kwam langs zijn, gek genoeg, die legde niet aan. Want iedereen die bij ons kwam, die legde aan. En die stapte over, met de naam van de neushalers, kreeg de hond en het schip. Deze niet, wat ze wel deden, waren stapels tijdschriften. Die waren ingebonden. Die gaven ze ons. En ondertussen maakten ze een paar foto's. En die tijdschriften die kwamen dus in, die dichtgebonden zwaveltjes op de tafel in de mesgroep, die jongens waren weg. En we haalden uit touw vanaf, blij dat we hadden te lezen hadden. Op elk tijdschrift stond aan de achterkant een stempel. Dat kwam van de British Home Office, de Library of the British Home Office. Dat waren dus gewoon ambtenaren die daar in opdracht foto's van ons hadden staan maken. Wij zijn niet bekend aan het maken, ook die foto's zijn aan die brein gebruikt tegen Engelse jongens. Dat waren manieren om je op slimste wijze uit vijf te landen. Ze doen maar. Ja, nu waren we ook erg slim, want het hele mij dat in de eerste nacht wel die van de banken waren verslagen, dat je in oog stemde zat. Ja, in hotel stemmen maar eens. Voor dat goed liggen. Dat zei hij, we hebben een dag op de zandbank gelegen, dat was in 76. En op een gegeven moment. Die maakte zoveel water dat ze in de achterkant van het schip had zich vastgevreden in die zandbank. Op elke grond werd het schip opgepakt en ja, werd het weer op die zandbank gesmakt. Elk normaal schip leeg. Zo niet de wereld. De Engelsen zeiden altijd: we have a ghost. En verdomd, dat is niet waar. Het gebeurde met de meest gekke dingen.
Maar goed, Gert en ik en de Nederlandse kapitein Burger, die gaf ons de opdracht om het schip te verlaten. We lagen drie vissersschuiten van onze eigen organisatie op het schip heen. Die wilden ons eraf gaan, zodra het weer rustig was. Ze konden voor die tijd niet bellen. Dus zodra het een beetje rustig was, werden wij de Engelse die bleef aan boord. Die weigerde. Ik kan me nog wel herinneren dat de eerste die overboord sprong was de kapitein zelf. De held. Ja, en doe je dat niet? Nee hoor, die werd als eerste als hij zich in het schip had. Toen zijn wij naar Roskunde gegaan en vandaag heb ik jou nog wel. Want de rest deed naar huis wel. Ja, ik kom weer niet. Ik voelde jou zo'n beetje als een buffer. Maar dat was. Jullie zijn vast nog een ankerketing geweest. Ja. Ja, was het diezelfde dag? Er zijn maanden geweest. Want het zou best kunnen. Toen hebben we daar in de haven dat we nog van een van de schuiten. Ja, ik niet gejat, dan kreeg ik wel voor heel vaak in de wezen. En die is de volgende dag aan boord tegen van deze vissersschuiten. Het is nog een toen ging naar de Mirico. Filo moet op, hoor, toen ons stem daar kwamen. En normaal een schip, er staat die mastlof, die gaat zo buiten gaas. Nee, deze niet. Die ging zo buiten gaas. Want die andere keer ging aan de linkerkant aan dat bankwoord. En ik dacht, ja, nee, bankwoord stuur wordt rechts. Bankwoord lezen. En dat was geen gezicht. Maar de firma die ons vervoer aan vanuit ons stemde, de eigenaar daarvan, die zat er dus mee te laten. Dat was een grote visser. En dan luidde het naam Van Lul. Ja, je mag het opmaken, maar zo heette die man. Ik kan me herinneren dat de eerste keer dat wij in zijn kantoor kwamen, dat hij zich voorzette. Die man was al 4 meter dan, in mijn herinnering. Van Lul. En wist mijn zoon, dat is de jongenheer Van Lul. En dan denk ik echt hoor, dat je me zo nog niet had, maar het was waar. En die man die heeft ons, ik denk niet ja, zo goed. Heeft hij ons de voorraad en die heeft ook voor gezorgd dat het fijn dat we uit de zender konden vertrekken. Iedereen wist dat, de douane wist het, maar het ging allemaal perfect. Dat is een beetje denk ik hetzelfde verhaal dat de Rossi meteen een creature player vertelde. Dat ook de douane in Engeland over het algemeen best meewerkt. Hij had het over dat kistje waar al die brieven in zaten. En het soortgelijke deal meegemaakt op die landstap. Dat we geteld zouden worden. Er was een actie. We zijn van Breskens. Het vlucht naar Oostende. Van Oostende naar Blankenberg. Van Blankenberg naar Boulogne-sur-Mer. Overal de justitie op ons hier. We konden gewoon het land niet uit. We konden niet naar het schip. En er moest bevoorraad worden. Het personeel moest verwisseld worden. En die jongens waren niet goed meer. Wij wel. Dus hè, toen we naar Engeland. En dat begon al toen we Engeland binnenkwamen. Vergeet ik nooit meer dat we met een schip waren. Hoi. Was dat? Die geweldige regulateur, de ontlading, fantastische man. Drie disjokies en Otto de Matroos van de ferry afkwamen, daardoor de douane moesten. En die douaneambten die kijkt ons zo aan en die zegt: Are you by any chance going to do some disjockeying in this country or offshore? Dat had kippenkant, dat doe ze mogelijk. Nee, er zijn toeristen, dus lopen we door. Maar we zijn in de haven, want ik weet dat Loosdorp was. Moesten we ook, zijn we op zoek geweest naar een schuit. Die bereid was om wat voorraad naar de Miami te brengen. En een aantal hetzelfde te zetten. Nou, er was één man bereid tegen een fixbedrag om dat te doen. Want de justitie zat overal, iedereen op de wielen. Het stond ook in de kranten, het was op radio en tv. Caroline moest gewoon dood. Dus ze deden van alles op ons uit de lucht te krijgen. Maar goed, we hadden dus een visserschuit gevonden. We hebben de man betaald. En zei, ik ga alleen niet smokkelen. Jullie gaan gewoon door de douane, want ik heb geen zin in een persoon meer. Nou ja, doe je dan maar. Dus wij hadden afgesproken, wij stellen het spoor. Ik was dan, ik weet het wel gezegd, als journalist in de panorama gelogen, weet ik wat het is. Waarop die mensen spreken, kijk me aan, die begint dan te lachen, die schrijft wat. En die zegt, paspoort. Nou, ik heb het paspoort. En ik praat nog even door, ik had een vraag gesteld. Hij zegt, judging by your voice. Je mag een maatje, je hebt zo'n medium. Dus ik dacht, we hebben dan een EUDR. Dan vader en die andere jongens die werden schoenje wit. Otto die trok helemaal het leven weg, van de mastergif wat onder zeilen. Dan, je wordt dan van, je wordt uitgeleverd aan Nederland, je krijgt een proces aan je kont en dat is gewoon gedaan. Dus je kan je bij het gevoel waar je gewoon met hard naar zin werken. Toen pakt die douane af, die pakt dus een of ander stuk papier. Ligt mijn paspoort erbij, met die van Otto en overgaan. Dan begint te schrijven, nou, dat is het geduld weg.
En toen gaf hij de paspoort natuurlijk en gaf het papiertje in de postzak. Ik dacht, next week Monday is my wife's birthday. Hier sta je record. Hetzelfde verhaal wat je vertelt. Je kreeg over het algemeen kreeg je alle medewerking. En er waren natuurlijk in Engeland, net als in Nederland, in België, mensen die vaak in opdracht voor een hoogte wilden zorgen dat het station voor alle zwijgen werd opgelegd. Maar het merendeel, dat waren Caroline fans, dat waren meer legal fans. Een mooi idee van voor de althans een probeer voor de luisteraars. En toen ik in Engeland, ik was natuurlijk een legende. Op die douane met de roken stonden die radio's altijd bij Caroline verschreven. Dat was niet veel anders in hebben. Nee, dat op het algemeen ging het goed. Ondanks de slechte toestand 77 met het circuit, waren het ook wat leuke momenten. Ik ken je mee dat je een keer midden in de nacht bezig was. Als het land is aan je te spelen. Wij zouden s'avonds een luchtruim om 7 uur, want die zet die kreeg het gebeurd. En rond een uur of 12 toen zei Chicago, zei, nou het voel kan weer aan, dus ik zet gewoon een draadlof erop. En jullie kunnen weer aan de gang. En ik was op Joost, die hadden zoiets van, maar eindelijk een avond twee, die hadden een flinkse gedroomd, ik ben iets lekkers erin. Flinkse te drinken, ik ben iets lekkers erin. En waren een beetje van een jolige stemming, toen zijn dingen in de Vigo studio gaan zitten. Ik heb een aantal oude jingles opgezocht van Radio Atlantis. En toen hebben we gedaan alsof we een nieuw station waren, vanaf een van de Forts. We hebben een hoop echo erachter gezet. En de begrozen die kwamen met stukken ijzer en hout en die deden net als van timmeren waren. Het was een heel skabaal. Ik heb die band nog trouwens. En het geinig is dat ik geen idee vraag vond naar AV. Die wel een dag later dat er een nieuw station zou komen. Ja, de radio was altijd. Ik dacht, jongens, hoe dom zijn jullie nou? Nou, Bert Voorhuis dan. Ze hebben Bert Voorhuis gehad vaak met die studie. Ja, is het Bert met de regie? 77. Die zijn weggegaan. Die hebben ze straks al verteld dat je terug bent gegaan. 78 waren er een tweetal geruchten. A, dat Jan Maren die nu niet over overnemen. En B, dat Radio Landia zou starten met onder meer Mark Hemmerkoos als DJ. Ja, daar heb ik vage herinnering aan. Ik heb al die dingen meegemaakt aan boord van het schip. Daar werd mij nauwelijks of zo gesteld dat Del Mar iets van Mio Rico zou doen. Geen idee, weet ik niet. Ik weet alleen nog wel van de Del Mar voor de Christen-Nederland lag, dat de jongens die daar hun programma's deden, die maakten altijd hele lage opmerkingen over hun collega's aan de andere kant van de zee. Ik weet niet, zat er een soort afgunst bestond of zo, maar ook niet in de grappige sfeer, dat was geloof ik. Ja, ik deed voor sommige mensen best kwetsend. Ik ging tegen afzetten of zo. Het enige antwoord dat ik zal altijd gaf, dat draaide ik 60 slecht en goede afzijnen. Want zo voelde ik het ook, er waren drie schepen, de Magdalena lag er toen volgens mij, Del Mar. Nee, Magdalena was dat laat? Dat was laat. Nou, dat waren de twee. Dan moet zijn wij het waren ook zeezetter mensen. Nou, ik vind dat heb je een beetje een warm hart naar elkaar. Dus of er ooit een gesprek is geweest op een open naam in plaats van vinden van Jalibo door Del Mar. Nee. Wat ik wel nog weet, is dat wij aan boord op een gegeven moment allemaal veiligheidsmaatregelen moesten nemen. Omdat ons verteld werd dat Hollandia met Willem van Kooten, die waren in onderhandeling met de Nederlandse coach van het station. Die hadden overeenstemming bereikt en hadden verschrikkelijk veel geld betaald voor het feit dat die zender over zou worden genomen, Hollandia zou gaan eten. Ik daar onder andere ook op zou gaan werken. Ja, dat zal. Ik wist van deze tijd alleen gezegd. Het kan zijn dat wij onder een andere naam doorgaan en iets aan de ervaren. Nou, ik weet dat het allemaal goed is, het gesprek eigenlijk lopen. Ik kon het gewoon aan die om een bandje maken, dat vind ik het prima. Maar toen moesten we over gaan aflopen, omdat er effect een gang was voor een overval op dat schip. Nogmaals, hoe dat zich aan de bal precies heeft afgespeeld, daar wisten wij het woord eigenlijk weinig van. We wisten dat het een kwestie speelde met Hollandia. En dat er een bepaalde overname plaats had in dat wat frictie was tussen Hollandia en Ronald O'Reilly. Maar hoe? Ik weet het eigenlijk niet van. Oktober 78, vlak na het 11 uur in de ochtend, worden we met jou de laatste woorden waren in Nino. Wegens geen jaar problemen aan het uit de lucht. Is het iemand de bedoeling geweest om te herstarten of werd de knop definitief omdraaien?
Nee, het enige wat ik toen weet, maar moest ik toch worden verkend achter de vak. Hij moest wachten op onderdelen en heeft met een nieuwe generator en dat in de tussentijd. We zijn op bezig geweest om het schip op te verven in middel van een week of 4-5 voor te werken. En toen bleek dat het veel langer ging duren. Dat ze zeiden, we kunnen onderdelen in krijgen, we kunnen geen generator bestaan om die naar het schip worden getransporteerd. Dat werd ik niet. Toen hebben wij uiteindelijk gezegd van ja, we kunnen hier wel blijven halen, maar hetzelfde kan weer geen inkomsten. Dus de situatie wordt net minder. Hè. Er kwam namelijk van de veer en zag maar aardig of gewoon in de fles en ook af met iemand. Ja, dat werkt dus niet. En we konden niks bedoelen. Dus we bleven vier uur achter om het schip te onderhouden. Ja, nee, maar hij heeft het uitgewerkt. Dan kan je blijven zitten, maar het veer werd ook slecht. Dus lekker in de zon zitten, maar dat niet werkt. Toen ben ik samen met andere jongens wat. Ja, later, 1970, kwam heel erg niet Nederlands terug. Ook jij was er bij betrokken in die trek bij de informatie. Kom jij in contact met Dine Fouwsteek? Ook niet zo lekker iemand. Ah, oh, jawel. Beste man. Frans, u zag eten. Dan was een copilet, klein mens. Bijzonder vriendelijk, maar ja, hoe moet ik dat nog netjes zeggen? Hij kwam niet altijd zijn afspraken na. Afspraken wat betreft de voorraden van het schip, afspraken met adverteerders. Daar bleef heel veel aan de strijkstok hangen. Ik moet zeggen, Roland, die was daar in principe ook niet blij mee. Alhoewel, denk ik wel, de eerste was niet weer wat ruwer te genereren voor dat schip. En dat betaalde aan Roland, maar veel minder dan dat er binnen kwam. En veel over de hoofden van de jongens zijn de Engelse jongens gekregen sowieso vrij weinig salaris, die kregen een salaris hier. En de nieuwe die zo een keer voortkwamen, dat waren er nog wat in die tijd, die werden nauwelijks of niet betaald. Hier de Zwart, Westheids, Willem Hendricks, noem ze maar op. Verrie, dat maar. Dat was gewoon, dat was een slechte handeling. Slinkse methode, zeg maar, de betaling van de salaris af te droppen. Dus dat was een rare man. Volgens mij bedoelde hij best goed, maar hij was niet zakelijk en wilde niets op papier. Alles ging zwart. En dat was in de tijd van Bierico, was het over het algemeen anders. En was het een stuk beter bij de gelegenheid. Toen heb ik ook een eind van dat jaar gezegd van nu wordt het echt gewoon achter de schermen hier aan te rijden. De situatie in Poort was dat daar vier mensen werkten, die moesten alles doen. En de programma's, en zeg maar de voedselbedrijven, de servicebeurten voor generatoren, altijd een keer het schip zeewaardig houden. Nou, dat kan niet. Dan de toewerking gedaan te krijgen, dat is heel belangrijk. Ja, dus Griep van Zee en Vierderslag bij Mario Moer. Heb je zelf een subject? Ja. Dat weet ik, vertel ik niet meer. Ik weet daar ooit in 1978 dat toen van Radio Noord is de regionale omroep voor Noord-Amsterdam. En ik woon in Groningen, dus dat was een hele makkelijke stap. Maar Hilversum had ik direct zitten. Ik ben daar aangenomen. Ik heb toen een keer solliciteerd en getekend. Wat ik dan wel deed, is dat zij een keer s'avonds om 17:15 belde. Toen was ik nog niet in dienst en zei van, u heeft niet gesolliciteerd, u kunt het nieuws lezen, wilt u kunnen tijd voor 6 uur leven. Het was 17:45, dus dat was 3 moment. Ik zei, ja, maar dat lukt mij niet zo snel. Ik moet nog aangeven. Dat maakt niet uit, maar u zal een taxi onderwerpen. Toen ben ik daar naartoe gegaan volgens mij. Zelfs nog bij de ene van de ochtendjas aan. Waar ik het terug met de radio ik weet dat niet meer. Ik ben in elk geval begonnen met een paar uur per week. Dat werd steeds meer. Dat is, ik ben daar weer teruggegaan. Ik werk weer bij dezelfde omroep. Ik heb het heel veel plezier moet zeggen. Tussen de boorwegen bij Rockradio 7, waar iemand zijn nu in de groep. Ja. Ja, ik ben in 89 naar RTL 4 gegaan op televisie. Ik zeg aan iemand dat RTL 4 heeft uitgezien. Voor het grootste deel met oud-collega's, hè. Oud-collega's van Caroline, die belden mij erop en die zeggen van de hele oude Caroline groep bij elkaar, we gaan commerciële televisie doen. En jij moet ook mee doen, want we hebben breken 2, ben jij één van. Die andere is helemaal de vraag, die is dood, dat lukt niet. Maar jij leeft en jij moet meedoen. Nou ja. Ik had zoiets van, ik bedoel, een gekke sprook. Dus zo moet ik dan echt bij RTL vertellen. En die hadden dan met de radio beginnen en die zeiden wat blijkt het wel en anders. Zijn een paar mensen in de stad van de radio. En het zijn jullie met een paar zenders aan de slag.
hier is geld en zie maar. Dat heeft een hele geen opdracht gekregen. Dat is fantastisch. Een beetje meer aan de rij eigenlijk. Dit jaar 25 jaar. Dat is een lange missie. Dat we gestopt zijn? Nee, dat is niet daar in van zich. Wie ik? Ja, verdomd, ja. Ja, dat komt in verjaardag. Ja. Ja, jij had het beter bij, hoor. Ik bedoel, ik lul wat voor het spreekijzer, maar dan heb je dat eigenlijk. Zijn jullie zo, ja. Is het een van een feestje, dan, Hans? Dat is het toch al. Dat komt wel goed. Goed, heel hartelijk bedankt voor je komst. En bij deze is het goed. Ben jij iemand? Ja. Veel succes. Vol herinnering. Dank je wel.